En de tijd loopt. Waar zijn we? Waar zijn we? Waar zijn we? 1, 1, 1. Hier is 1 en daar is het spoor. En dan gaan we gewoon een keertje hier langs. Tussendoor zie ik even geen mogelijkheden. Dus, langs het spoor. Daar staat een rijtje huizen. Achter het rijtje huizen linksom. En tussendoor. Hopla. Hier mag ik maar 30. Let op. Dat is spannend. Ik heb het gevoel dat ik hier vaak heb gelopen. Nee, toch niet. Dat was anders. Nou, de kaart vouwen, dan komt één doorgang van 2 en 3. De route van 2 naar 3 vast. Uitpeilen. Dat is nog een spannende. Nou, ik denk dat ik daar wat tussendoor zou moeten kunnen. Ik kom zo naar het bochtje, eind van de straat. Er zijn er heuveltjes. En dan moet ik vinden. Er staat op mijn controlepost in de noordoosthoek van een uiteinde van iets. Kom je straks op de hoek en dan nog 15 passen. Maar hier staat een hek. Over het hek heen naar de eerste bult. Zou het moeten zijn. We proberen. Dat is hier vlakbij. Ik weet niet hoe hoog die ligt. Ik zou wel iemand eerder doorheen gaan. Ah, daar is die. Auw, dat was bijna mijn enkel. 60. Oké. Okay. Hoe kom je hier snel weer uit? Zonder al te veel tijd te verliezen. En zonder op de snuffer te gaan. Maar daar is een hek, daar moet ik door. Mooi dit. Dat komt vast sneller. Maar het is leuk van een filmpje. Ik kan hem altijd sneller afdraaien. Maar fouten corrigeren is lastig. Oké. Hiernaast is een flat. Een treintje waar we niet door kunnen. Maar hier voor de sportvelden. Wel op ver, zie je? Het is omdat hier een hek liep. Waar ik niet goed naar had gekeken. Hier tussendoor. Twee velden van een hol. Achter die hol. Kan ik mooi schuin afsteken. Nummer 2, 92. Kruising. Een sloot en een greppel. En waar precies het aan de overkant kunnen zijn. Dat is ongeveer detail die de kaart niet laat zien. En dan hier langs. Dan moet ik zomaar zeggen. Heel goed op de kaart gaan kijken. Nou, die zie ik staan. 62, dat klopt. 3, 4. Spoorlijn, hier is nergens een doorgang. Dus verder, hier langs. Dit schiet niet op. Terug naar het pad. Dat is sneller. Hier zit moeras. Toch goed kijken. Nee. Volgens moeras blijven. En is daar een taluut. Oké. Okay. Nou, zat ik aan de goede kant. Kan ik door het moeras heen komen? Dat is de grote vraag. Nou, die weg moet ik zijn. Ik voel me hier wel brandnetels. Auw. Ja, auw. Auw is een groot woord. Fijn dat we hier gaas hebben gespannen. Maar het is niet zo ontzettend glad. Hopelijk deze bocht
Loop maar door naar het eind. Ik geloof niet dat ik daar heel veel had gewonnen. Nummer 63. Een loopboom. Nou, dat is te doen. Om het vierde dekje door. De schade is ook weer zo. Dat als je 10 seconden stilstaat, heb je weer zoveel tijd verloren. Dat is toch niet efficiënt. Nou, zo, het pad, 50 passen, en dan moet ik oversteken. Dat is groen. Dat loopt niet door. Kan ik daar tussendoor? Ja. Wat gaan we doen? Tien. Zie je een overwicht, hè? Paardje loopt, maar dan had hij in principe aan moeten geven. Dat heeft hij niet. Dus ik ga ervan uit dat ik hier gewoon de weg in moet. Dankjewel. Ik ga gewoon een autodief roepen. Even mijn tasje. Hierdoor. Of niet? Is dit privéterrein? Nee, mag ik hierdoor? Ja, dan moet het door. Dankjewel. Dat is leuk. Altijd even vragen. En dan om het hoek. Ja. Moeilijker dan ik dacht. Hier langs een slootje. Ja. Hier zijn de controlepost. Dat is eentje die ik niet moet hebben. Midden door handig. Nou, dat was meer brandnetelstechniek. Hier langs een slootje. Waar ben ik nu? Zo. Ik ga zo. Nou is het voor. Kijk, deze atletiekbaan. Dat is fijn. Precies in de bocht naar links. Hier op de kaart. Scherper is die dan deze. Nummer 4. Ben ik nou blind? Ik ben gewoon langs 3 gelopen. Terug. Oké. Stom. Maar waar kwam ik doorheen? Ik ben 3 vergeten. Ah, stom. Dat zijn kostbare minuten. Dat moet je dus niet doen. Ik zag nog wel een post daar.
Ik denk, nou, dat is hem niet. Deze hoek. Zo'n perceel. Hier een veldje. 1, 3, 4, 6, 10. Daar staat hij. Verkeerd gelopen. Dat lijkt me heel. Dit is 64. Kost maar een minuut. Verspeeld. En dat is welke? 63 had ik net. Gaan we weer. Ja, dat gebouw. Dat is een plek vinden waar door dit oerwoud heen kan. Dat is een jungle. Oh, staat hier prikkeldraad? Dan ben ik te vroeg. Er staat geen prikkeldraad op de kaart. Ik hoef volgens mij nog meer tijd. Veel te ver naar deze kant. Dat is wat prikkeldraad heb dan. Hopla. Dit is de stal. Dan moet je aan deze kant van de sloot liggen. Dit is het hekje. Misschien niet net ook al. 1, 2. Als dat het hek is. 4, 3. Een heuveltje. Of een hulphoogtelijn. Dit is toch die stal. Dat is toch dat hek. Net ook al. Had ik nog gewoon. Hier is ook een heuveltje. Dat klopt niet met dat huisje. Die staat hier wel. Nou. Zou hopelijk niet aan mij hebben gelegen. Goed. Nou, dit was een geen voorbeeldig stukje. Kan ik je vertellen. Rechtdoor. Tweede schuur. Is de tweede. De speeltuin. Daar gaan we langs. Ja, daar staat ook weer een hek. Oh, kan ik mijn kaart lezen. Zonder te stoppen. Denk toch eromheen. Ga ik hierin. Thank you.
60. Deze kant van de Skraak. Dat is gelukt. Met gebouw in. Dat is grot. Ligt een kerst verstopt. Vijfzestig. Dat klopt. Dan ga je daar niet door, daar niet door. Oh. Dan is helemaal eromheen. Die kant er maar. Ha! Had ik net ook al kunnen zien. Ja, maar de angst is dat je met bezweet, tranende ogen een klein doorgangetje over het hoofd ziet. Het rent nog heel lekkerder. Moet ik in het gat door. We zijn hier. Als ik deze straat door. Om het kasteel. Dat ken ik. Niet te weg missen. Je ziet het even over. Okay. Yeah. Ook hoor. Kijk hem al te zien. Daar heb je gebouw. Daar heb je gebouw. Rechterhand en een hek, 70. Aan de verre kant van de struik, hier vandaag gezien. Ja, die zie ik al. In een hoekje, achter mijn stuk, 63, dan krijgen we 74 en 75. Dat is de vraag, kan ik daar tussendoor of niet? Nee, zo te zien niet. Hier stond niks over op de kaart. Niet pas ingezaaid. Oké, snel beslissen. Tot we de aanzicht. Naar die. Ik denk niet meteen hierin, maar de volgende.
blij dat je fijn weg. Even nummer 8. 74, ook weer stuk. Eindelijk recht voor je staan. Dan krijg je daar een keuze. Die sterker afhankelijk van waar het doorgaan is. Even hier op concentreren. Zo. Zonder weinig huis. Goeiedag. Heen loopt. Rechtig zo zie. En rechtsom. Een tikje korter. Dat is een dun lijntje. Thank you.
alleen benieuwd hoe goed mijn GPS het gaat doen. Dat is jammer. Daar geen doorgaan, hè? Ik ga gewoon hier rechtdoor. Want die post die staat vlak voor het hoekje. Wat moet je doen? Kom. Dat is een hele goede keuze dit. Donker, donker. Ik kan daar erin. Die knik. Dan moet ik weer over het spoor. Zelfs maar over het water straks. Ook wel eens leuk. Niet handig. Dit is die open plek. Maar die hoek van de open plek. Hier, nou, zonde. De doorgang heb ik niet gezien. Zonde door echt even uit te zien. Dat is waar. Of zo, nee. Oh, nee, goed. Hoi. Ik ga lopen. Ja, dan mag je niet naar boven. Zo doen. Zo.
weer naar beneden. Steiler dan je denkt. Oh, sorry. Hey. Zo. Daarin. Water liggen. Ach, zonder talus. Ik zie het niet. Water. Ach, natte voeten dan maar. Ik ben nu nog hier. Ja, dat is ook niet. Hopla. Ja. Drieëntachtig. Staat erop. 16. 85. Ja. 85, heel goed. Ja. Naar het water. En over de sloot. Ik denk dat het echt veel harder is. Nee. Maar ik zal het houden wel. Daar heb ik er geen zin in. Nou, dat was het. De naden inzien. Toch niet de meest handige. Maar volgens mij kan ik hier wel omhoog. Ja. Ik ben gewoon 17. 87. Ja.
dat is dubbel kort. Dat is niet ideaal. Dan hoop ik niet nog een keer extra omhoog. Zo zit je in het centrum van Turnhout en zo ren je weer naar de struiken ernaast. Oh, toch wel. Dat ging goed. Tweede sprintje. Was ingezaaid. We lopen omheen. Zo. Nou, die hoef ik niet. Die hoort er wel bij, maar dat is van de andere route. Maar ik moet wel daar weer. Dat doe ik zo. Anders dan ik dacht. Dikke lijn. Zou ik er echt niet door mogen? Ja, maar hier is hij nog niet dik. Precies. Blijf aan de goede kant van weg. Hups. Dat. Dat was viezer dan ik dacht. Ik weet niet of dit nou echt het snelste was. Of alleen maar het kortste.
bang op het moment dat ook een stuk prikkeldraad eraan struikt. Nee. Ja, nee. En nu daar. Eentje verder. Heel goed, Mick. Recht tegenover dit kastje. De vraag is waar staan die velden hier zo moeten zijn. Niet echt een verlaging. Sorry hoor, maar... Ik heb nog weer door. Tot het breder wordt. Mooi hier, aan de trein. Doorgang zijn vlak voor de bocht. Dat is deze. 21, nummer 67. Nou, dat hebben we meer mensen gedaan. Hier is dat watertje. Maar of meer mensen dit ook succesvol hebben gedaan, dat is een tweede. Dat ze toch zijn omgekeerd. Handig zo'n tv. Zie je wel, oude tv's komen toch nog van pas.
Dan mis ik 1 seconde. En dan zit knippen en plakken. Oké, waar ben ik? Turnhout denk ik. Dat takje. Mogen stop. Vermoeide benen. Maar de finish is er al bijna. Even volhouden. Hartelijk dank. Hij zit dicht. Door het hoogstreep. Allemaal doorgetrokken. Oh nee. Thank you.
dol. Helemaal dicht. Nee, ik ga niet door. Heel spastig. Kom bijna, een klein stukje. Oeh, nou dat was hem dan. Ja, een mooie route. Hey, wat doe jij nu in je werk? Ik kom even een ochtendje minder. Met camera. Met camera, hé. Hey. Ja, zet hem even op de film. Nieuwe mensen op de film. Oh, film ik ook meteen even. Eerste keer. Geef een catcher van het eerste uur, of niet?